Nou, ik ben Pieter van Nooy en ik ben een trotse eigenaar van mijn Saab 9000 Aero. Ik heb er eentje van 1996. Nou, dit is een van de latere Aero's. Deze ziet er gewoon eigenlijk bijna perfect uit. Er zijn wat dingetjes wat ik nog wel wil opknappen. Maar dat heb ik in een project gegoten. En ja, om de zoveel tijd dan maak ik het dan doen. Ik ben Robert Roger en ik kom uit Kuik. Ik rijd momenteel een Volvo 850 T5R. Ik noem hem de gele zweet. Deze auto heb ik vanaf ongeveer oktober 1996. Het is een auto die ik werkelijk ontzettend bewonder. Het feit alleen maar dat ik het tot nu toe nog steeds heb, bewijst eigenlijk al hoe ik hem zeer waardeer. De periode hiervoor heb ik altijd Alfa Romeo gereden, altijd. En dit is mijn tweede merk. Maar het bevalt me tot nu toe heel goed. Ja, ik kwam met Saab in aanraking omdat mijn vader vroeger bij de Scania werkte. En die nam altijd een Saab 99 mee naar huis. En sinds die tijd is hij ook altijd bij Saab gebleven. En de eerste keer dat ik mijn turbo ervaring was toen mijn vader en ik een keertje werden opgehaald door een collega. Met een 900 turbo. En dat was gewoon het einde. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. En toen was ik eigenlijk al verknocht aan de turbo, Saab turbo. Dus mijn hart gaat echt uit naar de Saab turbo. En ja, later kwam de 9000 in zicht. En dat was toen de 9000 cc. En ja, dat was gewoon de 16 klepper, de full pressure turbo, 2 liter. Nou, dat was gewoon helemaal nieuw. Dat was gewoon helemaal geweldig. En ja, die auto is toen weliswaar bij ons voor de deur in elkaar gereden. En ja, toen moest hij een andere auto aanschaffen en dat werd dan de 9000 CS, 16 kleppen turbo. Dat was nog extra meer pk's. Nou, dat was gewoon het einde. En met name in 1993, toen kwam de Aero uit. En daar was ik helemaal op en top verliefd op. En die moest ik gewoon hebben. Ik zocht eigenlijk samen met Marijke een hele gewone Volvo. Het moet voldoen aan bijvoorbeeld een airco plus leren bekleding. Dat waren voor mij de minimale eisen. En wat ik daarna erbij kreeg, dat is mooi meegenomen. Uiteindelijk vielen mijn ogen eigenlijk op het gele monster wat ik nu heb. En ja, het is gewoon liefde op het eerste gezicht. Wat is nog geel eigenlijk? Geel is volgens sommigen de kleur van de haat. Maar voor mij, in sommige kringen, in sommige culturen, is het de kleur van de hoop. En zo wil ik het ook houden. En nogmaals, fenomenaal. Ja, uiteindelijk heb ik... Ik zat ook op de Saab Forum. En ik kwam gewoon geen goede tegen. Toen heb ik gewoon uiteindelijk na verloop van tijd een advertentie geplaatst. En daar reageerden best wel veel mensen op. En ja, zodoende... De eigenaar van deze auto die mailde me dat hij een hele mooie had staan. Wat ik dan zo bijzonder vind is ja, zo'n felle trekkracht. Niet dat ik daarmee iemand wil imponeren, helemaal niet. Maar ik vind het gevoel alleen maar dat je een auto hebt met een behoorlijke trekkracht, behoorlijke power. Ja, dat doet toch wel iets, ja. Dingen die ik ga vervangen, de onderdelen die zijn... Of origineel van Saab of beter. En hou ik ook wel bij in gedachten dat ik hem ook wil laten tunen. Ik wil hem wel op zich wel redelijk origineel houden, maar een beetje tuning, dat vind ik wel mooi. Verder aan de buitenkant moet hij wel origineel blijven. Ja. Ik drink niet, ik rook niet, ik blow niet. Ik val de buurvrouw niet lastig. Dus mag ik een hobby hebben? En dat is in dit geval een Volvo 850 T5R. Oftewel, mijn gele zweet.